Deze reading is voor iemand die heeft zichzelf al helemaal opgebouwd. Je hebt eigenlijk best wel een goed bestaan voor jezelf gecreëerd. Je hebt hard gewerkt en je harde werk heeft ook uitbetaald. Je bent iemand die heel erg tevreden is. En wat ik ook krijg uit deze twee kaarten is dat je een hele goede vriend bent. Je bent iemand die is heel erg loyaal en er zijn mensen uit je jeugd waar je nog steeds hele goede contacten mee hebt. Jij bent iemand die altijd klaarstaat voor andere mensen en je bent ook heel erg bereid om andere mensen te helpen en te begeleiden waar nodig. Je bent een voorbeeld voor andere mensen en dat komt ook voornamelijk door je harde werk. Jij bent iemand die echt laat zien dat hard werk levert. Ik krijg hieruit dat je ergens mee bezig bent. Op dit moment lijkt het nog niet helemaal alsof het je wil lukken. Het is net alsof je niet de tools hebt om te krijgen wat je wilt. Daardoor lijkt het alsof je heel erg vertraagd wordt in je initiatieven. Ik krijg hieruit ook dat je hulp van je vrienden mag verwachten, omdat jij altijd iemand bent die klaarstaat voor hun vrienden. Daaruit krijg ik dus nu ook, het is niet erg om hulp te vragen, want de mensen die je zouden kunnen helpen, zijn ook mensen die bereid zijn om je te helpen. De koning van munten, die wordt verklaard door een keizerin, een hierofant en een staven 8. Dat succes wat jij nu beleeft, dat is niet zomaar aankomen waaien. Dat is echt iets waar je heel hard voor hebt moeten werken. Waar je dingen voor aan de zijkant hebt moeten zetten. Je hebt dingen echt gewoon achter moeten laten. Je hebt contacten moeten verbreken. Dus je hebt gewoon echt heel serieus hieraan moeten werken om te kunnen bereiken wat je hebt bereikt. Dit heb je er allemaal voor over gehad en daarom ben je nu waar je bent. De beker 6 die wordt verklaard door een staven 3, een zegenwagen en een bekerskoning. Stel dat je eerder had gevraagd om hulp aan de mensen naar wie jij ook zo trouw bent, dan was het veel sneller gegaan. Juist doordat je het voor je ging houden en dat je niet over je initiatieven ging praten, heb je eigenlijk een klein beetje vertraging opgelopen, want die mensen willen je echt heel graag helpen en ze staan er echt klaar voor. Het is net alsof ze eigenlijk wachten totdat jij zegt wat ze voor je moeten doen. De schijven 3 wordt verklaard door een schijven 8, een zware 2 en de dood. Je staat dus nu eigenlijk op een hele belangrijke punt in je leven. Je bent nu op een punt gekomen dat je moet beslissen wat je wil gaan doen met je skills. En wat ik al zeg, die mensen die jij eigenlijk al de hele tijd, waar jij zo loyaal naar bent geweest en waar je zoveel voor hebt gedaan en waar je eigenlijk niets van vraagt, die mensen wachten echt tot jij groen licht geeft. Van dit is wat we voor je moeten doen. Want ze willen eigenlijk gewoon weten op welke manier ze jou van dienst kunnen zijn. Maar jij bent degene die die knoop door moet hakken. Jij bent degene die gaat beslissen wanneer je eindelijk klaar bent om verder te gaan en die volgende stap te gaan nemen. Want je moet weten dat het moment dat je eindelijk die beslissing gaat nemen, gaan dingen heel snel gaan ineens. Dat is ook die zegenwagen. Dingen kunnen heel veel sneller gaan het moment dat jij toegeeft en eigenlijk een beslissing maakt, zwaarde 2. En de schijven 7 wordt verklaard door een bekers 8, een koningin van staven en een bekersridder. Het moment dat jij beslist om dingen niet langer alleen te doen en mensen gewoon laat weten waar je mee zit en waar je passie zit en wees daar gewoon open over, ga je zien dat het heel makkelijk wordt om ook die negatieve manier van denken achter je te laten. Want je zit nu een klein beetje in een negatieve loop, omdat het lijkt dat het niet zo snel gaat als dat je zou willen dat het zou gaan. Door andere mensen te betrekken bij waar je mee bezig bent, ga je zien dat het veel sneller gaat. De magier die wordt verklaard door bekers 2, gerechtigheid, zwaarde aas en de magier. Je staat nu op het punt om het achter je te laten. Je hebt zoiets van je wilt er niks meer mee te maken hebben, je wilt het afronden, je bent er klaar mee. Maar hieruit krijg ik dat juist, misschien dit ook, hè? Misschien gaat dit ook erbij helpen. Maar juist op het moment dat je er helemaal klaar mee bent en dat je er klaar voor bent om het op te geven, krijg je een soort van epiphany momentje. En dan ga je weten wat er voor nodig is om te bereiken wat je wil bereiken. En misschien helpt dit er ook bij. Begin alvast na te denken over welke mensen je in je corner hebt die nu eigenlijk alleen maar zitten te wachten tot jij aangeeft wat ze voor je moeten doen. Begin te kijken welke mensen dat zijn
en begint ze in te zetten. Yes?